We hebben hier een kachel die we gaan aansluiten op een spanningsnet van 3×230. Dus hier heb je het schema van de aansluiting van de kachel. Dus dat is hier 400 tot 415 volt, is niet van toepassing. 400 tot 440 is ook niet van toepassing. Dan hebben we hier van, dat is mono, dus mono 230. En dan hebben we hier dus L1, L2 en L3. Dus 3×230. Dus hier kan je zien dat tussen 2 en 3 een brug moet en tussen 4 en 5 een brug. Voilà, hier heb ik de brug nog geplaatst tussen 2 en 3 en 4 en 5. Dan gaan we deze kabel daar gewoon mooi op aansluiten. Voilà. De kachel is aansloten, dus de bruin alleen, zwart L2, dus de klem 3, dan heb ik grijs, zit op klem 5, 4 of 5, en je maakt het niet uit want het de brug tussen, en dan de aarding helemaal rechts. We gaan nu eens de spanning gaan inschakelen en een keer uitmeten hé. En testen. Voilà, de spanning is ingeschakeld. Dus we gaan een keer uittesten. Bruin en zwart. 30. Tussen zwart en grijs. 30, wel zodat je goed contact hebt in de klemmen. Dan nog tussen grijs en bruin. En dan ook die 30. Voilà, zo kan je een exempel aan de kachel aansluiten. Hij is niet zo heel moeilijk.